Dank u wel voor uw aandacht. En wij van Boyd danken dominee Torenvliet wat hij ons bedacht heeft in zijn gebed. Dan heb ik nog één vraagje aan dominee Torenvliet als hij luistert. Om toch op de banden de tijd te zetten van de tijdsduur, hoe lang de band duurt. Want we zijn wel een beetje over tijd. En dat is niet de bedoeling, want om 10:00 had moeten starten de opname van onze nieuwe discjockey, Lieven Konijn. Dat gaan we nu doen. Lieven, heel veel succes. Tot 11:00 op de koffie. Het nieuwe zondagmorgenprogramma van Radio Mi Amigo Internationaal. Presentatie Lieven Konijn. Inderdaad, uiteindelijk is het dan toch zover. Zondag 14 november 1976, 10:00 geweest op uw radio en tijd voor dat nieuwe programma tot 11:00 op de koffie. U weet het programma met de diverse rubrieken, als dat zijn de rubriek felicitaties, de rubriek artiest van de week en de geluksvogel van de dag. Bovendien gaan we uit de binnengekomen post de afgelopen week nog 10 kaartjes trekken en de schrijver of schrijfster van dat kaartje, die krijgt dan een prachtige LP toegestuurd. Volgens nu de meest Europese der Japanse wagens met voorwielaandrijving. Subaru. De lucht vanaf 119.500 vrouw. Verdeeld in het Antwerpse door etablissement Verscharen. Bisschoppen de Vlaan 41-43 nabij het Sportpaleis de Deur. Telefoon 24-83-15. Speel zeker. Rij veilig met Subaru. Lois corduroy jackets, Lois corduroy broeken, Lois jeans jackets, Lois jeans broeken, L-O-I-S, Lois, zit als gegoten. Lois, for girls and boys. Made by Size Marino. Lieve Colijn. Uit de langspeler Disc d'Or van Salvatore Adamo, vous permettez monsieur, zo heette dat nummer. En voor de gelegenheid van dit nieuwe programma tot 11:00 op de koffie werd er een tweede doos, een tweede bokkenbroek box samengetimmerd. En daarin werden dus de kaartjes gegooid die ingestuurd werden voor dat programma. Dus voor het programma tot 11:00 op de koffie. Als ik nu even van bokkenbroek een kaartje mag krijgen, ja, dat is mooi zo. Wat gaat er dus gebeuren? De mensen die een kaartje ingestuurd hebben, die kunnen uit die box gehaald worden. En als dusdanig een langspeler gaan verdienen of een single, dus naar gelang we op dat moment voorradig hebben. Het eerste kaartje komt van Marijke Schuurbier uit Vlissingen, dat is dus in Nederland. Dus Marijke Schuurbier, die krijgt van ons in de eerste plaats een langspeler. U kunt erop rekenen, Marijke. Laat zeggen, over pakweg een dag of 10 mag je die thuis verwachten. En dat wordt dan uiteraard ook de LP Disque d'Or van Salvatore Adamo. Vous permettez, monsieur, was het nummer dat we daaruit gedraaid hebben. Robslops Automobielbedrijven. Eerst in Beverwijk en nu ook in IJmuiden. Robslops Automobielbedrijven hebben voor u 150 door de ANWB gekeurde auto's, voorzien van 6 maanden volledige garantie op arbeidsloon en onderdelen. Automobielbedrijven Robslop. In Beverwijk op de Alkmaarseweg nummer 65 en Auto Robslop IJmuiden in de Reomuurstraat nummer 4. Bij uw juwelier Zwitserland aan de Molenstraat nummer 3 te Aalst vindt u voor nieuwjaar waardevolle geschenken aan groothandelsprijzen zoals damesuurwerken in wit goud 18 karaat gemonteerd met echt witte brillanten of heren- en damesringen in massief goud 18 karaat. U kunt er kiezen uit duizenden verlovings- en trouwringen in wit en geel goud 18 karaat. Armbanden, halssnoeren, oorringen, kettingen, horoscopen en prachtige hangers bezet met amethysten, rubies, topazen, smaragden enzovoort. Iedereen is welkom. Kom bij uw juwelier Zwitserland in de Molenstraat nummer 3 aan de Grote Markt te Aalst. Uw juwelier Zwitserland vergoedt graag uw reiskosten. Bovendien geniet u tot 31 december de kans om bij iedere aankoop een goudstuk te bekomen aan 99 frank op 6,60 gulden. Tevens bent u in de mogelijkheid een aankoopbon van 100.000 frank te winnen. Dit alles bij uw juwelier Zwitserland in de Molenstraat nummer 3 te Aalst. Telefoon in België 053 21 16 50. Tot 11:00 op de koffie. Met Lieven Konijn. Inderdaad, Lieven Konijn tot 11:00 op de koffie.
Dit is het nieuwe programma hier bij Radio Amigo Internationaal. We gaan luisteren naar de langspeler His Life is Music. Verantwoordelijke daarvoor is Will Tura. Een nummer daaruit, het kan niet zijn. Ook straks gaan we daarvan nog een exemplaar weggeven. Dus een tweede trekking straks. Uit de langspeler His Life is Music, Will Tura. Vooral voor wat betreft de Vlaamse luisteraars. Wel een belangrijk punt, dacht ik. Ook zo nog eens een nummer te horen van Will Tura. Het kan niet zijn. Ik had het er net beloofd. We gaan een tweede trekking doen. Een tweede kaartje uit de Bokkenbroek box halen. En Jan Bokkie die gaat er even met zijn arm in. Ik moet wel zeggen, we krijgen deze week reeds 312 kaartjes toegestuurd. En dat gericht aan het programma Tot 11 op de Koffie. Dat is nu, voor je te zeggen, niet zo enorm veel vergeleken met de omvang van die kist. Maar we rekenen er stellig op dat de komende weken die Bokkenbroek box wel misschien volledig zal vollopen. Het kaartje dat Bokkenbroek me aanreikt komt van Geert Riemsma. Als ik het niet mis, ja, Geert Riemsma uit Den Helder. En dat is ook in Nederland. We hadden er net ook iemand uit Nederland, ja, uit Vlissingen, Marijke Schuurbier. Geert Riemsma, inderdaad, zo is het, uit Den Helder, die krijgt dus de langspeler His Life, His Music van Will Tura toegestuurd. Ook voor jou, Geert, telt het identieke, laten we maar zeggen, over een dag of 10 mag je die langspeler His Life, His Music van Will Tura thuis verwachten. Koers, telefoon 010 76 1306 in Rotterdam, voor bevoorrading van aardappelen. Snelle levering in heel Nederland van Eigenheimers, Windjes en rode aardappelen. Koers is altijd de goedkoopste en levert uw bestelling gratis af per vrachtwagen, in jutezakken of gestort. Koers aardappelen in Rotterdam, telefoon 010 76 1306. Steamer on gum, steamer on gum, steamer on chewing gum. Smaakt heel lang lekker. Lieve Colijn. 14 minuten over de klok van 10 en we hebben geluisterd naar To Maria van het orkest Benny Welton. Ik had het eerder eens over de drie diverse rubrieken. De rubriek felicitaties, de rubriek artiest van de week en de rubriek geluksvogel van de dag. Rond de klok van 9:45 zouden we normaal gaan invallen met de rubriek felicitaties, maar eerst nog even dit. Iedere zondag voormiddag van 10 tot 11, tot 11 op de koffie met Lieven Colijn. Als we spreken over nog even dit, dan wil ik zeggen, Dimitri Roussos uit de landspeler de 13 beste. Dimitri Roussos en Schoenes Meten als Arcadia. Zondag 14 november 1976, de eerste uitgave van het nieuwe programma Tot 11 op de Koffie, dat vandaag nog wel een beetje stuntelig in elkaar steekt. Dat is begrijpelijk voor die eerste maal, die nieuwe techniek, die nieuwe toestellen en zo. Het is geworden, om nog maar even de tijd te vermelden, 17 minuten over de klok van 10 en we moeten gaan opschieten met, ook alweer voor de eerste maal, die rubriek felicitaties. Iedere zondagmorgen tussen 10 en 11 bij Radio Mi Amigo. Tot 11 op de koffie. Met de rubriek hartelijk gefeliciteerd. Volgende jubilarissen worden van harte gefeliciteerd en dit namens vrienden, familie en bekenden. Voor 10 jaar huwelijk Robert en Janine van Kerkhoven uit Lokeren, Rudy en Magda Corijn uit Mechelen. 5 jaar gehuwd zijn deze week Henk en Greet van Dijk uit Rotterdam, Jacques en Valérie Vergouwen uit Rums en Danny en Chris van Kouteren uit Ronse. Wordt gefeliciteerd met 10 jaar trouwendienst en dit namens de directie en het personeel van de firma Lemmens uit Gerardsbergen, de heer Gilbert Verhoeven uit Nienhoven. Eveneens voor 10 jaar trouwendienst mevrouw Muriel van Kanegem uit Kortemark, namens de directie en het personeel van de atelier Schepens uit Oostende. Voor al deze jubilarissen uiteraard ook de hartelijkste felicitaties namens Radio Mi Amigo. Subaru! Koop nu de meest Europese der Japanse wagens met voorwielaandrijving. Subaru! Deluxe vanaf 119.500 frank. Verdeeld in het Antwerpse door etablissement Verscharen. Bisschoppen de Vlaan 41-43 nabij het Sportpaleis de Deur. Telefoon 24-83-15. Speel zeker. Rij veilig met Subaru. En
dan zijn we nu toe aan deel 2 van de rubriek felicitaties. Voor de mensen die deze week in het huwelijksbootje gestapt zijn. Het zijn Gerrit Vos uit Den Haag samen met Anneke Bosman uit Scheveningen. En Doreen Wijnands uit Deurne samen met Philippe Klaas uit Zelzaten. Uiteraard worden ook deze mensen hartelijk gefeliciteerd namens Radio Mi Amigo. Tweemaal komen, eenmaal betalen. Stelling. Het modehuis Stending aan de Dendermondse Steenweg 276 de Aalst. En in Bergen, Antwerpen aan de Gidschotelijn nummer 138. Nu een grote showroom met trouw- en suitekleding. En tevens een ingebouwde jeansboutique. Worden dan tenslotte ook nog gefeliciteerd zij die de afgelopen week een jaardag vieren. En dat zijn Robert van de Velde uit Gijzegem met zijn 42e verjaardag. Willy Goossens uit Assen met zijn 38e verjaardag. Annie van Wezemaal uit Letterhoutem wordt vandaag 36. Marian van den Bossen uit Gaveren voor haar 35e verjaardag. Albert de Grote uit Bredene voor zijn 28e verjaardag. Jan van Bambost uit Wingene voor zijn 24e verjaardag. 21 lente stelt vandaag Karim Verbrugge uit Koekelaren. En Dirk Verhoeven is er 18 geworden. Hij woont in Reiningen. Hansje Kesteloot uit Kortrijk werd woensdag 2 jaar en ook hij wordt dus gefeliciteerd. Tot slot nog onze eervolle felicitaties voor de heer Jozef Verlinden uit Ingelmunster, die nog steeds een trouwe luisteraar is van Radio Mi Amigo en vorige vrijdag zijn 81ste verjaardag vierde. Tot slot dan ook nog aan al deze mensen de hartelijkste gelukwensen namens Radio Mi Amigo. Vaarwel Madrid, bericht over Van de Bernaerts. Van de Bernaerts is steeds het voordeligste en beschikt altijd over de grootste voorraad van alle merken en typen. Van de Bernaerts is steeds de goedkoopste. Van de Bernaerts op de Bouwelsteenweg 104 in Herenthout. Radio Mi Amigo. In 10 minuten tijd brengt u iets lekkers in de kamer. Goud, handje van en van Kramer. Vacuum verpakt en in roomboter gebraden. En van Kramer's handje zijn gewoon niet te versmaden. Goud, handje, goud, handje, goud, handje, goud, handje, goud, handje, goud, handje. Tot 11 op de koffie. Het nieuwe zondagmorgenprogramma van Radio Mi Amigo Internationaal. Presentatie Lieven Colijn. En voor al deze mensen die deze zondagochtend, deze zalige zondagochtend gefeliciteerd werden, gaan we de volgende plaat draaien uit het album De 20 Grootste Hits van Tom Jones, verschenen op het Pussycat label Till. Een prachtig LP, een prachtig album, De 20 Grootste Hits van Tom Jones. Verschenen op het Pussycat label, had ik eerder eens gezegd. Was wel niet zo belangrijk voor u als luisteraar, maar toch even ter informatie dat. Zo, we gaan ook van deze LP er enkele wegschenken. We hebben er 3 in ons bezit. En ik zou een van Bokkenbroek willen vragen om... Ja, we hebben een brief voor ons. De eerste brief komt van Johan van Maas uit Gent, dus in België. En Johan van Maas die krijgt dus het album 20 grootste hits van Tom Jones toegestuurd. Een tweede, dus een kaartje alweer. Jaap Verhoeven uit Goes, en dat is in Nederland. Ook voor Jaap dus een dubbel album van Tom Jones, de 20 grootste hits. En een derde album gaat naar Mark Galles uit Oostende. En dat is dan weer in België. Dus voor deze 3 mensen de dubbel album, de 20 grootste hits van Tom Jones. En die worden u dus alweer met de post toegestuurd. Hopelijk, laten we zeggen, binnen een dag of 10 zul je die thuis zeker vast krijgen. Voor wat nu betreft de rubriek felicitaties die je daarnet gekregen hebt, dan kan je dus ook gaan aan meewerken als je een vriend, familielid of kennis hebt die een jubileum gaat vieren, een jaardag gaat vieren of misschien in het huwelijksbootje stapt. Schrijf het ons even. U stuurt een kaartje of een briefje aan Rado, Playa de Haro, provincie Gerona in Spanje. En dat ter attentie van Lieven Colijn en ter attentie dan van de rubriek felicitaties. In dat geval worden dan ook die mensen waar jij het voor aanvraagt opgenomen in de rubriek felicitaties. Mi Amigo Nieuws. Er is nu een nieuwe reuze meubelzaak aan de watersportbaan bij Gent. Home Discount Center heeft er onder meer unieke Europese saloncreaties en u koopt er meubelen aan superlage prijzen. Home Discount Center is gelegen aan de watersportbaan te Gent. En inderdaad, in zo'n zondagochtendprogramma kan af en toe ook wel even een accordeonplaat
dachten we toch. We gaan even luisteren naar de LP Superfeest. En dat komt van de Feestmakers. We draaien daar één nummer aan. Lieven Colleen. NF 2000. NF 2000. NF 2000 de Grimbergen Dendermonde is het grootste meubel- en elektrodiscount der streek. Werkelijk goedkope meeneemprijzen. Er is maar één NF 2000 en die is de Grimbergen Dendermonde. Minuten over de klok van 10. Zometeen gaan we even over live aan boord met de time fill, zoals ze dat hier heten. Dan krijg je misschien nog een of andere mededeling live van Grinsaat. We zijn voor het ogenblik Mark en Jan voor verantwoordelijk als ik het niet mis voor heb. En die mensen wil ik ook even hartelijk bedanken voor de steun die ze me toegezegd hebben bij het begin van dit nieuwe programma. We gaan nu overschakelen en onmiddellijk na de time fill kunnen we starten met de tweede rubriek. In dat geval de rubriek De Artiest van de Week. Dit is Radio Mi Amigo Internationaal. Wij zenden uit op 259 meter. 13 uur muziek per dag voor u. Van 's morgens 6 tot 's avonds 7. Live van boord, op dit moment geen mededelingen, luisteraars. Alleen kan ik zeggen dat we hier op het ogenblik heerlijk zitten te genieten van het programma van Lieven Colijn. De hit uit zijn Vlaams repertoire kwam uit in 1965. Deze was een vertaling van een nummer van Gin Pitney. Hij behaalde hiermee de eerste plaats op de hitparade. Dat nummer heette... Aan de overkant. Na Aan de overkant werd het nummer Niemand uitgebracht, welke ook een zeker succes kende. 1966 was voor Jimmy Frey een vrij moeilijke periode, maar pas een jaar later stond hij terug hoog bovenaan de hitlijsten. En dat met het nummer Als het ware rozen zijn, welk geschreven werd door Wil Tura en Nelly Bijl. Korte tijd daarop kwam ook nog de plaat Ik geloof, welke geschreven werd door Bobby-Jan Schoepen. Alhoewel hoog in de hitlijsten met de tot dan gemaakte platen, kwam de grote doorbraak pas in 1968 met een nummer dat alweer geschreven werd door Nelly Bijl. Zo mooi, zo blond en zo alleen is een nummer dat vooral typerend is voor wat betreft zijn repertoire. En gezien de populariteit die hij verwierf in 1968, werden nog twee platen in datzelfde jaar van hem uitgebracht. De titels waren Zaterdag en Als een kus naar tranen smaakt. Het resultaat van deze nummers liet eveneens niet lang op zich wachten. Het werden stuk voor stuk grote successen. Wat nu zijn internationale doorbraak betreft, kunnen we spreken van 1970. Toen kwam trouwens de vertaling van zijn tot op heden nog steeds meest bekende nummer Rozen voor Sandra. Het werd uitgebracht in het Spaans en behaalde daardoor in dat land de nummer 1 van de hitparade. Met deze vertaling was Jimmy Frey dan ook de eerste Vlaamse zanger die in Spanje herkenning kreeg. Die herkenning geldde trouwens ook voor Frankrijk en Italië. Bij het opsommen van enkele titels zoals Laat mij alleen, Meisje van mijn leven, Ogen kunnen niet liegen en Niemand weet hoeveel ik van je hou, zullen er bij sommige luisteraars zeker bepaalde herinneringen opgehaald worden. Nu ja, er kan uiteraard nog heel wat meer over Jimmy Frey verteld worden. Maar dat is dan misschien wel even voor later. Nog even dit. Wil je persoonlijk met Jimmy Frey in contact komen, dan kan je hem schrijven. En dat op het volgende adres. Eugène Plaskylaan, 173-1040 Brussel. Dus nog even herhalen. Jimmy Frey, Eugène Plaskylaan, 173-1040 Brussel. Zo, dit wat betreft het eerste gedeelte van de Artiest van de Week. De eerste aflevering ervan, zondag 14 november 1976. Hoe kan je daar nu gaan aan meewerken aan die rubriek als je een bepaalde voorkeur hebt voor een Belgisch of Nederlands artiest? Let wel, het moet wel een Belgisch of Nederlands artiest zijn. Dan kan je er een kaartje aan sturen aan Radio Playa de Haro, provincie Gerona in Spanje. Ter attentie van het programma Tot 11 op de Koffie, de rubriek Artiest van de Week. Wanneer we dan een zeker aantal kaartjes binnengekregen hebben,
aangaande één bepaalde artiest, dan wordt die zeker opgenomen in dat onderdeel van dit programma. Wachten op kassa, met tot 11 op de koffie. Presentatie, liever in de Duitsburen en Centrumhal Burgstraat 34 te Nienhoven vind je kolen, mazoet, gas, houtvuren en centrale verwarming. Koelkasten, diepvriezers, keukenbuffetten, wasmachines, droogkasten en noem maar op. Dit allemaal aan de voordeligste prijs in de Duizendvuren en Centrumhal Burgstraat 34 te Nienhoven. 18 minuten voor de klok van 11. Nogmaals een goede morgen. Joe Dolan en Made Me an Island, zo heet ze, komt van de langspeler Veronica 20 Top Hits. En ook van die langspeler hebben we nog een tweetal exemplaren kunnen op de kop tikken. Alweer twee exemplaren om weg te schenken, even op je woorden letten, Colijn. Bokkenbroek geeft me alweer het eerste kaartje. En dat eerste kaartje werd toegestuurd door Robert Dumortier uit Menen. Ook alweer uit België dus. Robert Dumortier, dus de langspeler Veronica 20 Top Hits. Om je een idee te geven, daarop vind je Mingo Jerry Donovan, Brotherhood of Man, The Kings, Cindy Shaw. Dus wel iets ouder mogen we zeggen. Een tweede kaartje die eveneens diezelfde LP in de wacht slijpt is Anna Fransen. En die komt uit Antwerpen, dus eveneens uit België. Vlaanderen Zeepcentrale bezorgt u. Alle reinigings- en onderhoudsproducten van een bekend kwaliteitsmerk. Rechtstreeks van de fabriek. In extra voordelige grootverpakking. Vergezeld van deskundig advies. Koop uw reinigings- en onderhoudsproducten van Vlaanderen Zeepcentrale. Aan huis bezorgd. Het is goedkoper, gemakkelijker, effectiever. VZ, symbool van kwaliteit. VZ, symbool van zuiverheid. Vlaanderen Zeepcentrale. Gevestigd in Beverleien. Telefoon 056 71 49 77. Liever in Colijn, iedere zondagvoormiddag op uw radio. Meelihonig, gezondheid om van te snoepen. Inderdaad, en we gaan nog even naar de plaat gaan luisteren. Albert Hannibal en Con Amore. Lieve Colleen. Good morning! Het is alweer uit diezelfde doos dat we dus nu een speciaal briefje gaan trekken. Niet dat er iets speciaals aan dat briefje is of aan dat kaartje, maar gewoon maar omdat die persoon toch een speciale prijs in de wacht kan slepen. De Kries zonnebrillen met veilige glazen. Kries zonnebrillen passen zich aan het licht. Kries! Tot 11 op de koffie. Met de geluksvogel van de dag. Inderdaad, de geluksvogel van de dag. Ik zou even Bokkenbroek willen aanspreken als ik nu eens een kaartje mag krijgen, want dit is toch het belangrijkste kaartje van, laat me zeggen, de ganse aflevering van wat die prijzen betreft en zo. Wat staat er vandaag in de pot om te winnen? Je kunt een beetje gaan denken aan Casa Cash Casino, maar dat is in het geheel niet. Vandaag kan je verdienen een mini-wash en dat wordt geschonken door de firma Electrohome uit Mechelen. De firma Electrohome uit Mechelen die schenkt dus een mini-wash. We mogen er wel even bij zeggen van het merk Nova. We gaan even dat briefje openmaken dat Bokkenbroek ons toegereikt heeft. Het is gericht aan Rado, Playa de Aro, ja ja. Goed, het komt uit Kortrijk. En even naar de omzijde kijken voor de afzender. Dit is de heer De Rijke Karel uit de Vredelaan. Het nummer is, ja, het nummer is onleesbaar. De Rijke Karel uit de Vredelaan. Ik zou zeggen 82, maar ik dacht van niet. De 8500 in Kortrijk, België. En die schrijft ons, beste mi amigo. Langs de radio heb ik vernomen dat wij kunnen schrijven naar jullie voor het zondagmorgenprogramma. Aangezien dat er een programma komt waarin er een artiest wordt voorgesteld. Ja, wel goed bedoeld dus. Nu zou ik graag eens wat meer willen weten over vader Abraham. Daar ik en mijn vrouw graag naar zijn plaatjes luisteren. In ieder geval bedankt. Wel kijk, Karel, zal ik maar zeggen. Wanneer we een zeker aantal gelijke kaartjes krijgen. Dus zowel van u en nog van andere mensen die vragen naar vader Abraham. En wanneer dat een respectabel aantal wordt. Dan gaat vader Abraham zeker opgenomen worden in de rubriek De Artiest van de Week. Alvast heb je nu een mini-wash gewonnen van het merk Nova, die je graag geschonken wordt. Tot 11 op de koffie. Met Lieven Colijn. Een
prachtig LP. Julio Iglesias. Al Olympiade. Of Al Olympia. Een prachtig dubbel album. Waarvan we vandaag ook drie in ons bezit hebben. Want we moeten een beetje stilaan gaan opschieten. Dat is gebruikelijk trouwens bij een eerste programma dat een beetje in het 100 loopt. Wat de tijd betreft en zo. Dat we niet volledig gaan uitkomen. Dat komt de volgende week vast voor elkaar. Het eerste kaartje dat ik alweer in mijn handen krijg komt van Elsje Spierings. En die komt uit Rotterdam in Nederland. Een tweede kaartje, Bokkie. Het komt van Frank de Geest. En die komt uit Brugge, dat is dan België. En het derde kaartje komt van Bert van Doren uit Den Haag in Nederland. Voor deze drie mensen het dubbel album. Even op je woorden letten, Colijn. Van Julio Iglesias Al Olympiade. Chico Mokka is een gemalen filterkoffie. Met een pittige smaak. En een heerlijk aroma. Hij is vaak onverpakt. Dus altijd vers. Chico Mokka is nieuw. Nieuw? Ja, nieuw. Van Beiers Koffie. Een goedkoop autorijden naar een 5 plus auto speciaalzaak. Het goedkoopste in Nederland met autobanden, schokbrekers, uitlaten, accu's en remmen. Uw 5 plus auto speciaalzaken vindt u in Den Haag op de Van Zwiekenstraat, telefoon 63-6304. En Dordrecht op de Dubbeldamseweg, telefoon 35-884. Al onze reparaties worden uitgevoerd met uitsluitend onderdelen van wereldbekende merken onder schriftelijke garantie. Lieve Colijn. Inderdaad, we gaan op naar nieuws en weerbericht live van boord. Het eerste uur programma tot 11 op de koffie zit er ongeveer op. Bedankt voor het meeluisteren voor die eerste maal. Het ging wel een beetje stuntelig vandaag. Technisch was het niet zo goed. Presentatie, ja, dat was ook niet zo 100%. Maar we beloven dat we iets gaan aan doen en dat het in de komende weken, misschien wel reeds vanaf volgende week, een stuk beter zal gaan. Jullie wachten vol spanning op Casa Cash Casino. We wachten dus maar af wat het straks gaat worden. We gaan eruit deze middag, of deze morgen liever gezegd, met een nummer van Anja. En is ook niet zo nieuw meer, De Laatste Dans. Wat mij betreft nog een prettige dag, een prettige zondag en tot over een week. Tot 11 op de koffie. Met Lieven Colijn. Met de mobiele Miamigo Studio verzorgen wij uw modeshows, handelsbeurzen en verkoopsdagen. Wenst u meer inlichtingen, bel dan nu nog Patrick Vallet, telefoon 091-25-95-66. Popparade, nieuws voor Keitels, popparade. 20 hits, 20 songs, 20 stars met de Bellamy Brothers. The Tramps. Let's go. Roxy Music, Silver Convention en vele, vele andere. Popparade, 20 original hits, 20 original stars. Een hele uur hitgevoeligheid voor mijn 1990. Ook op cassette en 8-track. Popparade van K-Tel. 2 minuten voor 11, techniek Jan van der Meer. Hier is Mark Jacobs. Mi Amigo Internationaal Nieuws. Luisteraars, goedemorgen. In Noord-Ierland is weer betoogd voor een beëindiging van de al 7 jaar durende burgeroorlog tussen protestanten en katholieken. Even buiten de hoofdstad Belfast maakten 10.000 jongeren een tocht van 25 kilometer. In Belfast zelf betoogden 3.000 mensen. In de Duitse plaats Brukdorf, nabij Hamburg, hebben 3.000 mensen geprobeerd een in aanbouw zijnde kerncentrale te bestormen. De politie dreef hen terug, waarbij 50 gewonden vielen. Eerder op de dag hadden 25.000 mensen betoogd tegen de bouw van de kerncentrale. In Oostenrijk wordt een talentelling gehouden die als een referendum kan worden beschouwd over het regeringsbeleid ten aanzien van de Slavische minderheid aan de grens met Joegoslavië. De leiders van de Slovenen in dit gebied hebben opgeroepen tot een boycott van de telling. Ze worden daarin gesteund door Joegoslavië, die niet is te spreken over de anti-Sloveense houding van de Duits sprekende Oostenrijkers.
Het weer voor je vandaag. Op de meeste plaatsen droog met wel veel bewolking. Later ook opklaringen. Zwakke tot matige noordoostelijke wind en de maxima vandaag liggen rond 8 graden. De juiste tijd, luisteraars, 11 uur en tijd voor kassa. Zondagmorgen tussen 11 en 12 kan u bij Radio Miamigo geld winnen. Raad het geluid wat u via de radio te horen krijgt en win daardoor tienduizenden franken, oftewel duizenden guldens. Voor vandaag zit er in de kassa 9.350 gulden, luisteraars, 140.500 frank. En hier, luisteraars, is ons geluid. Miamigo speelt zoals gewoonlijk weer op zondagmorgen tussen 11 en 12 Cash Casino. Als u denkt te veel belasting te betalen en u wilt investeren, laat ons u adviseren. Postbus 155, Playa de Haro, provincie Girona in Spanje. Hoor. Luisteraars, in de kassa zit, zoals u er net al gehoord hebt, 9.350 gulden, 140.500 Belgische frank. We gaan zoals gewoonlijk weer nu tussen 11 en 12 met de telefoon werken. En wat betreft het schrijven per brief, daar komen we straks uitvoerig nog een keer op terug tijdens deze aflevering van Cash Casino bij Radio Miamigo Internationaal. Voor we de eerste telefoon gaan aannemen, zoals gewoonlijk weer een plaat. En we hebben een gouden ouwe voor u uitgezocht om mee te beginnen. Lekker gezellig voor de zondagmorgen. Neemt u er een beetje koffie bij de Hollies. Dat lijkt me inderdaad verschrikkelijk gezellig zo op een zondagmorgen, terwijl Cash Casino bezig is met de ene hand een kop koffie, of in de ene hand een kop koffie, en met de andere hand constant aan het telefoonapparaat proberen om Radio Miamigo te bellen. We gaan eens kijken wie we aan de lijn hebben. Hallo met Miamigo. Hallo met kassa. Ja, mevrouw, met kassa. Nee, dat is niet de gevoel. Mevrouw, mag ik u eens wat vragen? Ja. Kan u de radio een beetje zachter zetten? Ja, zeker. Zachter, ja. Ja? Ja. Het lijkt erop alsof het een stem is die ik ken. Ja, ik heb verleden week ook getelefoneerd. Hebt u verleden week ook al gebeld? Verleden week heb ik ook gebeld, ja. Ik heb weken al een stuk vruchteloos geprobeerd. Ja. Dus ik hoopte niet meer. En dus heb ik voor de tweede maal. En u belt ergens uit België aan de kust? Vanuit de West-Vlaanderen in de Roeselare. In de Roeselare? In de Roeselare, ja. Hoe is uw naam? Vermeulen, mevrouw Vermeulen. Mevrouw Vermeulen uit de Roeselare. Ik schrok ervan. Waarom? Ik weet niet. Ik had geen hoop dat het mogelijk was. U ziet, is het mogelijk. Bij Miamigo is alles mogelijk. Ja. Mevrouw, u hebt uiteraard de hele week aandachtig naar de radio geluisterd. En u hebt een paar keer ons geluid gehoord. En u hebt een andere oplossing gevonden dan verleden week. Ja. U speelt voor 140.500 frank. Tenminste, de helft daarvan krijgt u. De andere helft gaat naar een goed doel, dat weet u. Ja. Voor de Nederlandse luisteraars 9.350 gulden. Moet u het geluid nog een keer horen, mevrouw, of niet? Als u wilt, meneer. Nog een keer horen. Even wachten, hoor. Want Bokkenbroek die moet nog even een paar cassettejes veranderen. Dan komt hier het geluid. Mevrouw Vermeulen uit Roeselare in België. Ja. Wat is het inhalen van een visnet op een vissersboot. Het inhalen van een visnet op een vissersboot. Hoe ver ligt Roeselare van de kust af? Hoeveel kilometer is het voor ons? 34. Komt u veel aan de kust? Niet zoveel meer. Is uw man visser of zo? Nee, mijn man is geen visser. Hebt u wel mensen in de familie die visser zijn of visser zijn geweest? Nee, geen visser, zijn heel de familie. Hoe komt u op dit idee dan? Nou, omdat ik hoor water en ik hoor precies of het op oud, dus